In de Waalhaven is donderdagmiddag het kunstwerk van Arild Veld onthuld. Het kunstwerk bestaat uit 8 ankers die gevonden zijn bij het schoonmaken van de Waal en heeft de naam Ankers in Zicht. Later volgt nog een officiële onthulling. Het is inmiddels een jaar geleden dat in de winkels betaald moest gaan worden voor de plastic tassen. Boekhandel Dekker van de Vecht heeft met de opbrengst daarvan besloten een goed doel te steunen. De 1000 euro aan extra inkomsten werd deze week overgemaakt aan de Ocean Cleanup. Twee poëzieliefhebbers presenteerden onlangs een bundel met 42 portretten van overleden dichters die iets met Nijmegen hebben. Denk aan de 15e eeuwse pater en dichter Johannes Brugman en PC-hoofdprijswinnaar Ter Balt. Nijmegen kent een lange Romeinse geschiedenis, maar dat de stad al zoveel eeuwen dichters voortbrengt, daar horen we weinig over. Al heeft de stad wel veel straatnamen die aan dichters herinneren. Het boek van Johan ten Hove en Rini Jans ligt intussen in de boekhandels en is zelfs al bijna uitverkocht. De politie heeft dinsdagavond 2 verdachten aangehouden voor de brand bij supermarkt Jan Linders in Lent tijdens de jaarwisseling. Het gaat om 2 jongens van 15 en 16 jaar uit Lent. Het tweetal werd dinsdagavond in verzekering gesteld. Vanwege hun jonge leeftijd mogen ze gedurend onderzoek thuis verblijven. De 15-jarige jongen wordt vrijdag voorgeleid aan de rechtbank.